Hallo Ram, welkom bij deze nieuwe aflevering van Astrologie voor jou van View.nl. Mijn naam is Roxanne Kouwenhoven en ik raad je aan om goed naar mij te luisteren. Want ik ga je nu vertellen wat je in juli allemaal te wachten staat. Door al je activiteiten de laatste tijd heb je iets te weinig aandacht besteed aan je werk of school. Dit is op zich nog niet zo'n hele grote ramp, want je weet zelf het beste hoe je dit op kunt lossen. Pas alleen wel een beetje op dat je er niet te makkelijk over denkt. Hoe langer je ermee wacht om je werk weer op te pakken, hoe moeilijker het wordt. Geef het wat extra aandacht en draai een paar overuurtjes. En dan zul je jezelf ook weer prettiger voelen. Gelukkig heb je deze maand energie over en die kun je dan ook mooi voor je werk of school gebruiken. Je gezondheid laat deze maand ook niets te wensen over. Het gaat beter dan een paar weken geleden en je kunt weer genieten van de kleine geneugten van het leven. Maak daar gebruik van, lieve Ram. Geef je sociale leven een oppepper en neem je geliefde eens mee uit voor een romantisch avondje. Ben je nog een single, Ram? Geen zorgen, want Mr. of Mrs. Right zou binnenkort wel eens op je pad kunnen kruisen. Zorg er dus voor dat je voldoende tijd aan je uiterlijk besteedt. Verwen jezelf eens met een nieuwe of leuke jurk of een leuke spijkerbroek. Niet alleen vrouwen worden blij van shoppen. Ook mannen kunnen er wat van. Misschien is het leuk om dat dan samen te doen. Ik heb nog wel een kleine waarschuwing voor je. Rond de 22e van de maand moet je een beetje op je woorden passen. Je weet zelf dat je nog wel eens iets zegt voordat je er goed over nagedacht hebt. Deze keer zou het wel eens heel kwetsend over kunnen komen en dat kan zich tot een vervelende situatie ontwikkelen. Dat wil je toch zeker niet? Lieve Ram, even kort samengevat. Besteed wat aandacht aan je werk en ga lekker genieten deze maand. Dan komt het helemaal goed met je. Leuk dat je hebt gekeken en ik hoop je volgende maand ook weer te zien bij 4You.nl.